Zo, een hele goede morgen, lieve YouTube-kijkers van de Stofjes. Hey, daar ben ik weer, zondagmorgen. Het is mooi weer. Ik ben bij de gym geweest. En gisteren had ik echt een hele leuke dag. Het was een mariniersdag. En in Rotterdam. Ik zal ook een paar foto's laten zien. Dus in alles bij elkaar was het gisteren gewoon een leuke dag. Een weerzien van natuurlijk oud-mariniers. Het feit dat je daar bent geweest november 84 en nu is het 2024. 40 jaar geleden dat ik daar de poort naar binnen kwam. En ik zal die poort ook laten zien. Die zal ik eventjes nu in beeld zetten. Dit was de poort waar ik 40 jaar geleden in november, 5 november 84 doorheen kwam om te worden een marinier. Toen eigenlijk nog een beetje niet 100% wist wat het nou precies inhield. Al die oefeningen, trainingen, noem maar op. Maar bikkelen. Dus dat was echt heel mooi. Echt heel mooi om dat mee te maken. 40 jaar na dato, daar weer op de kazerne te stappen. Ik heb tussentijds natuurlijk wel een keer ben ik daar aangewezen om te kijken of je erop mag. Je mag er niet zomaar op, je moet dan of aangemeld zijn of via een veteranenclub. Ik ben er weliswaar lid van COM, dat is Contact Oud Mariniers, of Actief en Dienende Mariniers. Maar dan nog, dan moet je eerst aangemeld zijn enzovoort. Dus dat gaat niet zomaar van ik ga erheen en ik ga zomaar even de trein op. Maar ook dan is er best wel veel veranderd op dat terrein. In 40 jaar tijd. En dat is natuurlijk logisch. Want ja, er waren toen al een aantal barakken die stonden een beetje op invallen. Nou, een beetje gechasseerd gezegd, maar die een beetje aan vervangen toe waren. Laat ik dat maar even zo zeggen. Nou, en En ik ben ook naar het slaapgebouw geweest waar ik toen heb gelegen. Ik heb daar ook foto's gemaakt, die zal ik ook even laten zien. Zoals ik al zeg, dat gebouw dat staat nu in de tussen 40 jaar, dat is een beetje uitgeleefd. Ze hebben natuurlijk nieuwe slaapvertrekken. Deze worden volgens mij nog gebruikt voor wat activiteiten die, weet ik het. In ieder geval, er is geleefd in dat gebouw. Dat mag ik in ieder geval zeggen. En overigens, bij de foto van de kamer, niet het bed, maar in ieder geval linksboven, zoals bed staat, links achter een hoek, bovenste bed. Dat was toen mijn plekje. Voor 4 maanden met die opleiding in 84. Dan komen toch een aantal herinneringen naar boven. Zoals oefeningen die je dan doet, de trainingen die je doet, het afzien die je tegenkomt, dat je een keer tegenkomt. Maar ook de verbondenheid. Het is de verbondenheid met elkaar, dat je dingen doet samen die die best wel fysiek inspannend zijn, om het zo maar even te zeggen. Dat voel je dan op zo'n dag als gisteren. Hoe oud je dan ook bent als marinier zijnde, of dat je nou echt al bijna 80 bent of je bent nog maar 30. Het gevoel dat je vrijwel allemaal hetzelfde hebt meegemaakt. Qua training, qua uithouding, verbondenheid. Het staat ook bekend decreet van de mariniers, dus kracht, toewijding en verbondenheid. Dat zie je in zo'n dag, zie je dat gewoon terug. Mensen herkennen de verhalen makkelijk. Dingen die je hebt meegemaakt, het zij met een uitzending, het zij met een opleiding, het zij met andere zaken. Dat is allemaal herkenbaar. En dat maakt het dan weer zo leuk. Dus, en vandaag natuurlijk weer gegymd, eventjes. Ik wil niet zeggen de stress eruit, want ik had geen stress. Maar we zijn wel eventjes lekker in de gym geweest op zondagmorgen, zoals altijd. En dan natuurlijk dit praatjepot, dat is natuurlijk weer een beetje marinetaal, het praatjepot. Maar even dit praatje maken met jullie en om dat jullie te delen. Dus helemaal goed. Helemaal fijn.
vandaag heb ik dus ook, nou ja, door de situatie met het wel of niet doorgaan als verzorger, had ik dus besloten. Gisteren ben ik de hele dag weg geweest. Met die marinedag. Dat was echt van 's morgens 5 uur ben ik moest vertrekken naar Rotterdam. En gisteren om een uur of 7:30, 7:45 of zo kwam ik pas thuis. Dus dan is het een hele lange dag. En ja, ik heb dus mede daardoor besloten om dan een zondag erop niet iets te gaan plannen, tenminste vol te gaan plannen. In dit geval was het dan bij spreken voetballen. Ben je weer de hele dag weg. Nou, zit het gezin weer zonder. Dus dat is de reden waarom dat ik dan de zondag niks ga doen. Of tenminste, niet qua voetbalplanning, dat ik zeker weet heel erg weg ben. Natuurlijk zou ik bij spreken nog een motorritje kunnen doen, maar meestal is het dan uurtje, twee uurtjes en dan ben je gewoon weer thuis. En met voetballen ben je dan gewoon toch wel weer, ja, vrijwel de hele dag kwijt. En nou, dat was een van de redenen om dan uiteindelijk te gaan stoppen. Maar in ieder geval, ja, om dingen te doen weer samen met je gezin. Dus vandaar. Goed, ik ben thuis. Ik hoop dat deze weer aardig is geweest, deze zondagmorgen. Ik zou zeggen in ieder geval duimpje omhoog. En even abonneren op mijn kanaal. Het ziet er heel erg bizar uit, maar ik zou eigenlijk best wel graag boven de 100 willen komen. En ja, het liefst natuurlijk 100.000, maar dat gaat me niet worden. Nee, maar zo'n 100 zou ik al heel erg leuk vinden. Ik zit nog volgens mij nu op 96 of zo. Volgens mij 96 abonnees. Nou, is toch leuk. Dus in ieder geval dank daarvoor voor de abonnees die geabonneerd zijn op mijn kanaal. En ja, ik hoop er nog een aantal bij te krijgen. Dus ik zou in ieder geval zeggen tot de volgende zondag. Nogmaals, even een duimpje omhoog. Even abonneer op mijn kanaal. En dan zie ik jullie volgende week weer terug. Ik zou zeggen, tjoe, de groeten.